Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Vandaag is het maandag. Ik moest vandaag niet naar kantoor, want Celine is op weekend. Ik heb de hele ochtend geëdit. 2 video's. Ene heel lange. Die is ook, die komt vandaag online. De Cocktail Hour Talks. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En voor vandaag dacht ik om nog eens een What I Eat in a Day te doen. Omdat ja, jullie dat vaak vragen. Ik had dat pas op Instagram gedaan. Maar daar kan ik natuurlijk niet zoveel uitleg geven. Dus ik dacht, ik doe het hier. Ik ga me vandaag trouwens ook niet schminken voor heel de dag. Want mijn huid is acting up een beetje. Ik heb best, vooral tegen de avond krijg ik heel veel pukkeltjes op mijn voorhoofd. En dan 's ochtends is dat wel wat weg door mijn producten. Maar mijn huid is ook heel droog. En ik heb ook best donker rond mijn ogen. Dus ik dacht, ik ga mijn huid gewoon nog eens laten ademen. En geen schmink op doen. Het is nu 11:45. Ik heb deze morgen nog niks gegeten. Ik had echt geen honger. Ik had ook gisteravond een beetje buikpijn. Want we hadden best laat gegeten. En ik had deze morgen echt het gevoel van, wel, ik wil nog niet eten. Dus ik heb deze morgen 2 groene thee's wel al gedronken en water. En ik heb gewoon mijn gut en mijn darm en mijn buik laten rusten en deze morgen nog niet gegeten. Nu begin ik wel echt honger te krijgen, dus ik ga nu eten maken. Ik ben al een beetje begonnen met de voorbereiding. Hier ben ik eikens aan het koken. 4 hard gekookt. Eentje is spijtig genoeg kapot gegaan, dus à la wit is eruit aan het komen. Maar oké, dat worden mijn hard gekookte eitjes. Ik ga er 2 denk ik eten bij deze maaltijd. Dan heb ik een slaatje gemaakt, gewoon kropsla. Pijnboompitten, een klein beetje truffelmayonaise, peperzout en deze kruiden. Die heb ik van de Albert Heijn, want die zijn zo lekker. Dat is dus peterselie, oregano en basilicum, maar echt super lekker in slaatjes. En dan heb ik Himalaya zout en zwarte peper erin gedaan. Dan heb ik een klein beetje kaas erin gedaan. Ik gebruik deze zero lactose kaas. Veel mensen vroegen ook in stories op Instagram bij Mangeloop wat voor zero lactose dingen ik gebruik. En meestal gebruik ik Alpro en Dilea. En dan van melk en zo gebruik ik ook rijstmelk en alles. Dus tip, Dilea vind ik altijd het beste. Dus dat heb ik in een slaatje gedraaid. Niet heel veel. Ik moet ook morgen naar de winkel gaan. Dus er is niet heel veel in huis. En ik heb er pijnboompitjes op gedaan. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Dan heb ik een pompoensoepje. Mijn tas is wel goed vol. Die ga ik nog opwarmen. En hoe ik pompoensoep heb gemaakt, kon je zien in de video van woensdag. Daarin maak ik de pompoensoep in onze zondagvideo. En ik heb er dinges in gedaan. Hoe noemt dat? Parelcouscous, dat zocht ik. Ik heb daar dus parelcouscous bij ingekookt om iets meer van koolhydraten en carbs te hebben. Dus dat wordt mijn eerste maaltijd van de dag. Ik wacht nog op mijn eitjes nu. En ik doe niet echt aan intermittent fasting. Niels doet dat wel soms. Maar ik luister wel naar mijn lichaam. Bijvoorbeeld in het weekend hebben we best veel gegeten, vettig gegeten. En dan voel ik wel vaker op maandagochtend dat ik nog niet direct honger heb. En dan eet ik ook nog niet. Dus ik luister eigenlijk gewoon naar mijn lichaam. Als mijn lichaam zegt, oké, ik heb honger, dan eet ik. En anders wacht ik nog even. En dat kan soms wel eens goed doen. Zeker ook omdat ik prikkelbare darmsyndroom heb. En als ik dan mijn darmen zo blijf verzadigen, dan heb ik echt buikpijn en een opgeblazen gevoel. Dus het is voor mij wel eens goed om zo soms een voormiddagje te wachten om te eten. Tadaa! Mijn eten. Ik ga 2 hardgekookte eikens nemen. Ik heb ook een beetje zout voor op de eikens. En ik ga ondertussen even als mijn middagpauze Headspace kijken. Dat staat op Netflix en ik had gehoord dat het heel goed was. Ik heb Headspace zelf ook gehad om te mediteren, maar nu gebruik ik Calm. Dat vind ik persoonlijk iets leuker. Dus healthy lunch en Headspace.
Jullie vroegen mij trouwens ook massaal als ik calorieën tel. En ik tel geen calorieën. Ik probeer wel echt sinds 2 weken echt terug gezond te eten. Want ik heb al eens gezegd dat ik best wel wat ben bijgekomen. In de tweede lockdown dan vooral. Dat cijfertje op de weegschaal maakt me echt totaal niet uit. Maar ik zie gewoon dat mijn lichaam niet meer zo strak is. Dus ik probeer wel gezond te eten en meer proteïne vooral ook te eten. Zoals eieren en vlees of vette vis en zo. Omdat ik meer spier wil aanmaken en iets minder vet wil. Dus dat is mijn doel, maar ik tel geen calorieën. Ik eet gewoon waar ik zin in heb en wat ik denk. Dit wil ik nu, dus dat is wat ik doe. Oké, mijn eten is op. Ik heb nu nog een thee gezet. Dit is, ik denk, groene weer dat ik heb genomen. Ja, groene thee. En water. Ik probeer zo 1 fles te drinken. Dat is 1,5 liter en dan nog 1/2. En dan heb ik ongeveer 2 liter met al de thee die ik drink. Ik drink denk ik wel meer thee per dag dan dat ik water drink. Ik drink het liefst groene thee, muntthee. En gember, citroen drink ik ook graag. Ik drink eigenlijk heel veel thees graag, maar niet hele zoete, liever kruidige. Ik ga trouwens ook 2 nougatjes eten. Love it, hè? Lekker. Oké, het is ondertussen 2:55. Ik heb heel de tijd nog gewerkt. Ik heb ook een paar video's opgenomen met een heavy filter on my face. Want zoals ik zei, ik wil me vandaag niet schminken, maar ik was 2 stories vergeten op te nemen dit weekend. Dus ik moest wel even... Wacht, ik ga een andere melk nemen. Ik moest wel even een filter erop zetten, want ik moest die video's wel echt nog vandaag doen. En nu ga ik een proteïneshake maken. Ook iets wat ik sinds kort doe. Om meer proteïne binnen te krijgen. En ik ga even alle ingrediënten verzamelen. Dan ga ik laten zien wat ik erin doe. Oké, dit is wat ik er ga in doen. 1 rijpe banaan. Rijstmelk. Kaneel. En proteïnepoeder. Ik heb de smaak white chocolate. Die is trouwens echt bijna leeg. Ik ga nu moeten halen. En de eerste keer dat ik deze blender ga proberen. Dit noemt NutriBlend en dan kun je echt zo blenden in de hand. Eigenlijk ook bedoeld om na je workout, als je in de gym bent, dat mee te nemen. Kun je dat echt blenden in je auto. En dan moet je zo opladen. Dat is de eerste keer dat ik deze ga proberen, zodat ik niet gans de grote blender moet uithalen. Dus bear with me als dat goed gaat gaan. Ik hoop het en ik wil er ook een klein beetje ijs in doen om het wat kouder te maken en dikker. Maar ik weet niet als dat hierin gaat gaan. Dus ik ga eerst dit doen en dan gaan we zien. Oké, de banaan. Ik ga die misschien wel in stukjes doen. Zodat dat beter wordt gepland. Maar kijk, dan zit die al vol. Oh mijn godsnaam, dat is eigenlijk wel maar iets heel klein. Oké, ik ga dat wat erin duwen. Dan ga ik eerst proteïnepoeder doen. Het is wel echt maar heel klein. Maar ja, oké. We zullen zien. Ik ga 1/2 schep doen. Zodat ik straks ook nog heb. Want kijk, het is echt leeg, leeg, leeg. Dit is trouwens geen vegan, maar wel sugar-free, gluten-free en lactose-free. Zoals hier staat. En die is van IsoWay Zero van Biotech USA. Ik heb dat wel een lange tijd geleden gekocht. Maar ik vind die heel lekker. Ik heb ook de chocolade. Ik ga een klein beetje kaneel doen. Niet te veel. Ik doe echt gewoon puur op gevoel. En nu de rijstmelk. Voilà. Ik hoop dat dat gaat lukken. Oh my god, het is misschien nog een beetje meer melk. Zo. Ik hoop echt dat dat gaat lukken. Ik ben zeer benieuwd. Het is wel alleszins een heel schattige blender. Oké. 1, 2, 3. Oei. Oei. Het zit al vast.
Ah. Hij doet iets. Oké. Shaked. Dat is trouwens iets wat ik eens heb gekregen. Waar ik eigenlijk promo voor moest doen, maar dat is nooit doorgegaan. Dus ik had dat ook gewoon nog nooit getest. Ah, oké. It's going good, hè? Niet verwacht. En dat maakt totaal niet veel lawaai. Zou alles geshaked zijn? Ik ga nog één keer. Dat zal wel oké zijn, denk ik. Kijk, ik ga dat overgieten in een mok. Dat lijkt mij het handigste. Oké. Ik hoor nog wel een stuk ijsblok. Lekker. Ja. Heel lekker eigenlijk. Yummy. Ik denk wel vooral dat die vanille, nee, wat is dat? Witte chocolade proteïnepoeder het doet. Want het smaakt echt zo gelijk een milkshake. Yummy. Als jullie mij trouwens gaan vragen van waar die blender is, dat is van NutriBlend. Het is niet gesponsord, zoals ik al zei. Ik had daar een opdracht mee, maar dat is niet doorgegaan. Om een of andere reden, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dit is dat dus. Dat is ook de eerste keer dat ik die gebruik. Normaal gebruik ik gewoon mijn blender. Oké, het is ondertussen 4:30. Ik ga een yoghurtje eten. Alpro vanille yoghurtje. High protein. Dat is de Greek style granola yoghurt. Dus dat is zo'n yoghurtje. Waar is dat ding? Ah, waar je zo granola kunt indoen. Oh, dat is moeilijk met één hand. Wacht. Oké, voilà. Dus hier heb je de granola in zitten. Aan de andere kant zit een lepeltje. En dan hier de yoghurt. Super handig ook voor werk of zo. Dus je dat moet meenemen. En ik vind deze wel heel lekker. Ik weet dat Niels die niet zo lekker vindt. Die vindt de gewone lekkerder. But I like it. Echt lekker. Het is ondertussen 5:45. Niels is hier onder de duimkap aan het vijpen. Yes. En gaan we een workout doen? Ja, dat heb je al gevraagd. Ja, maar ik heb geen goesting. Maar ja, ik ga wel. Oh, mijn huis ziet er echt zo slecht uit. Ik heb echt iets rond mijn ogen. Ik heb gisteren wel een nieuw product rond mijn ogen gedaan. Ziet je dat? Zo rood. Oh, een heel klein beetje. Kijk op de camera. Oh ja. Ziet dat er niet zo uit en dicht? Nee, eigenlijk niet. Oké. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Maar we gaan dus een workout doen. En ik ga daarvoor al even mijn zalm prepareren. Maar dat is een beetje niet meer te doen. Dan moet ik alleen al de rest zelfs nog doen. Dus let's do it. Hè. We gaan trouwens zalm met pasta. Ik heb wel pasta. En broccoli eten. Maar ik denk van pasta dat ik zo orzo ga doen. Zo Griekse pasta dan. Want ik heb nu niet echt heel veel goesting aan gewone pasta. Oké, zalm. Pak 2 velletjes van dat papier, we noemen dat aluminiumfolie. Zilverpapier, ook wel genoemd. Dan mijn zalm. Komt uit de diepvries, hebben we laten ontdooien. En dan de zalm op het dingetje leggen. En het enige wat ik dan ga doen is peper, zout. Dus peper erop, allebei.
sorry. Een citroentje uitpersen, een beetje. Wacht, ik ga hem in de helft doen. Voilà. Citroensap en dan leg ik er twee schijfjes op. Oei, oei. Oh god, deze is niet echt goed gelukt. Oké. Voilà, en dan ziet het er zo uit. Dan heb je twee papillotjes en die ga ik samen doen. Als we geworkout hebben, mogen die op 180 graden ongeveer 20 tot 25 minuten. Maar het zijn dunne reepjes, dus ik denk 20 minuten deze. Oké, de workout is gedaan. Ik heb gewoon in mijn jogging gesport die ik al heel de dag aan heb. Maar ik ga mezelf toch na het eten lekker douchen. En dan gaat deze jogging ook in de was. Dus ik dacht, ik ga niet switchen. Ik hou deze aan. Maar dus, we gaan een broccoli maken met zalm in de oven. De zalm gaat in de oven, niet de broccoli. En zo Griekse pasta, deze. Dus ik ga de pasta koken. Er staat tussen 11 en 13 minuten, dus ik doe 12. Ga ik doen. En de zalm ga ik in de oven zetten op 180 graden. 20 tot 25 minuutjes. Ik ga eens even kijken wat ik ga doen. Voor de sausachtig iets heb ik gewoon een paar van die dingetjes broccoli hierin gedaan. Ik denk een stuk of 4. Dan een beetje olijfolie, een beetje pasta water, pijnboompitjes, peper en zout en geblend. Dat is een receptje van een vriendin van mij, Alessandra. En daar hoort dan de saus. En de papillotjes zijn klaar. Ik ga ze er wel uitscheppen, want anders heb je zoveel sap. Zo. Looking good. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy and I feel like loving you. Yummy. En hoe is dat sausje? Goed. Ja? Ja. Ja, het is echt gewoon maar iets heel healthy en easy voor erbij. Ik dacht, je zei een healthy sausje, dus voilà. Hè. Ja, dat is heel goed. Oké, het is nu 8 uur. Ik kom net uit de douche. En of course, it's time for tea. En ik ga deze drinken. Dit is Clipper Lemon Ginger Tea. Dat is goed voor na het eten, gember. Goed voor de darmpjes en de maag. Ik weet trouwens echt niet wat er aan de hand is met mijn huid. Maar dat is zo droog. En dat trekt. En ik heb allemaal rode plekken. Echt nog nooit gehad. Maar ik ben echt nog nooit zo droog geweest. En vooral hier onder mijn ogen. Echt heel gek. Maar ik ga een maskertje ook doen.
moeten ons wel eens goed hydrateren. Dat is mijn skincare, dan zal het wel beter gaan. Mooi, schatje. Goed, heel mooi. Als laatste ding van de dag ga ik dit eten. Dat is een koekje van, wat ik denk van de Lidl. Dat hadden we mee naar de chalet toen, naar de Ardennen. En dat ligt hier nog. We hadden dat toch mee? Ja, maar we hadden dat toch mee van de Ardennen naar hier? We hadden dat hier nog liggen, hè? Ah, ciao kus. Dus dat wordt mijn laatste meal of the day. En dan probeer ik nog dit op te drinken. Maar ja, dat is niet meer veel. En dan zit het erop. Oké, okay, ik ga genieten van mijn koekje. En dan ga ik thuis slapen. Het is trouwens ondertussen nu 9 uur. Dus binnen een anderhalf uur gaan we slapen, denk ik. We gaan wat tv kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk om mijn What I Eat in a Day te zien. Doe zeker thumbs up. Als jullie er zo meer willen, laat mij ook een leuke comment achter. Wat jullie favoriete maaltijd is. En dan zien we jullie maandag.